Marinus Dijkhuizen, afgelopen week kwam hij hard aan tegen ADO, maar deze komt misschien nog harder aan, hè? Ja, tuurlijk. Aan de andere kant weet je Groningen uit gewoon een hele lastige wedstrijd. Maar ja, eerst zelf doen we het gewoon hartstikke goed. Orens Toer is goed, aan de bal goed, in de duel zitten we goed. Ik denk misschien zelfs iets beter de ploeg. Ja, een geweldige kans natuurlijk op de 0-1 met Nino Schaudier, 100% de kans. Ja, nu maken we via Atenboer een van de weinige kansen die hun gekregen is zelf. We maken hem wel. Terwijl beginnen we weer heel goed. Gelijk kans van Tom Verweert op de 1-1. Ja, een beetje uit het niks valt de 2-0. Ja, dan is het rustig gespeeld. Ja, je merkte ook wel dat die 1-0 bij Groningen bevrijdend werkte. Ja, ze hadden het heel slecht in. Ze begonnen al lichtjes te fluiten zelfs publiek. Want ze hadden wel een grote mond van we gaan de ploeg voorsturen. Maar het was toch vrij stil in het stadion. Dus we deden gewoon alles goed. Eigenlijk vanaf eerste minuut 1-0. Want ik was bang voor een stormloop. Nou, die was er helemaal niet. Maar ik kwam steeds beter in de wedstrijd. En je merkte dat we moeite hadden met ons. Zoals we ook wel een beetje gehoopt en verwacht hadden. Ja, dan moet je maken. En gaat op dat soort momenten op dit niveau of je wel door of niet doorgaat. Maar ja, helaas net niet. Dan wordt het 2-0, een schot van Roesnak. Ja, dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Toch ga je natuurlijk nog alles of niets spelen. Maar dan merk je ook dat sommige spelers er een beetje doorheen zitten. En dat is wel logisch, denk ik, hè, gezien jullie programma. Ja, nee, klopt. Maar ze moesten natuurlijk volle bak spelen. Het is gewoon een hoog niveau wat ze moeten spelen. En speelden ze ook. Wat dat betreft vond ik het ook wel mooi om te zien. De ontwikkeling van de ploeg, als ik het met een jaar geleden vergelijk of nu. Ze moesten volle bak. Hè. Jongens als Tibbeling, Roesnak, ja, weet je... Dat is gewoon enorm veel kwaliteit. Die zijn ook voor veel geld gehaald hier. Dus dat zie je terug ook op het veld natuurlijk. En wij komen daar gewoon goed in mee. Dus aan de kant heb ik wel een heel trots gevoel over dit bekertoernooi. We hebben echt geweldig gedaan. Vandaag hebben we het gewoon heel goed gedaan. Het is jammer, helaas. Een mooie bekeravontuur geweest. Terug naar de werkelijkheid. En dat is de competitie morgen weer. Ja, zou je toch niet ooit nog een keertje denken van once in a lifetime? Wat was dat een kans toen, Groningen? Ja, dat zou kunnen. Tuurlijk. Was die kans, hè? En inderdaad, als we wel de 0-1 maken, moet je maar zien hoe ze wedstrijd loopt. Maar ja, dat als telt niet. We hebben er alles aan gedaan en net niet goed genoeg. Hoe moeilijk wordt het om de knop nu weer naar zaterdag te zetten tegen Vitesse? Want ja, nu is het dan definitief, toch dat mooie vooruitzicht is weg. Ja, voor mij geen enkel probleem. En ik denk voor mijn ploeg ook niet, professionele ploeg. Dus deze doet wel even zeer, ook fysiek doet het zeer. Het was echt een hele zware pot voor ze. Zal wel wat moeten stellen, maar we hebben fit in de breedte, zijn we ook fit, dus gaan we goed kijken naar zaterdag. En zaterdag gaan we gewoon weer knallen. Tot slot, heb je toch nog wel een beetje kunnen genieten van het hele bekeravontuur en ook de ambiance bijvoorbeeld vandaag? Ja, wat geweldig. Ik bedoel, dit podium, ik heb enorm genoten vanaf de voorbereiding tot inderdaad ook het spel van mijn ploeg bij Vlagen. Ook het feest na afloop, ja weet je, is gewoon heel mooi en ik hoop het vaker mee te maken.